Vrijheidsmuseum in Groesbeek is officieel geopend. Premier Mark Rutte mocht hiervoor op de knop drukken. Nou leuk, maar een beetje laat. Maar dat kwam door corona. Het zou mei 20 zijn volgens mij. En ze waren 19 begonnen. Volgens mij hadden we de afspraak in mei 2020. Dus het is 3 jaar geleden. Maar ja, daar zie je nog steeds de naweeën van COVID. En verder in het nieuws vandaag. Wetenschappers maken zich zorgen over waterdieren in de Waal. En verontreinigd Waalstrandje wordt afgegraven. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is woensdagmiddag feestelijk geopend. Speciale gast hierbij was premier Mark Rutte, die de openingshandeling verrichtte. Het nieuwe pand van het museum is al sinds 2019 in gebruik, maar een officiële opening liet tot nu toe nog steeds op zich wachten. Wat een eer om u hier vandaag te mogen ontvangen. Er werd flink uitgepakt in het bijzondere pand in Groesbeek. De openingsceremonie bestond uit een gevarieerd programma met diverse sprekers, waaronder de Duitse minister voor Europese Zaken en premier Mark Rutte. Er waren ervaringsverhalen uit de oorlog en er was ruimte voor gepaste muziek. Maar de opening was pas officieel na een druk op de rode knop. 3, 2, 1, yes! Heeft het 3 jaar na dato geopend. Ja, snel, hè? Ja. Hoe was dat? Nou, leuk, maar een beetje laat. Maar dat kwam door corona. Het zou mei 20 zijn, volgens mij. En ze waren 19 begonnen. Volgens mij hadden we de afspraak in mei 2020. Dus het is 3 jaar geleden. Maar ja, daar zie je nog steeds de naweeën van COVID, van corona. Wat een enorme impact dat ook weer heeft gehad. Maar van uitstel komt geen afstel. Zeker niet bij zo'n belangrijk museum als dit. Ja, het is natuurlijk een heel belangrijk museum. Het museum vertelt het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen. Dat geeft ook al aan dat we het niet alleen maar over de Tweede Wereldoorlog hebben in Nederland, maar dat we ook het internationale perspectief laten zien. Heel belangrijk. We plaatsen de oorlog ook in de context van de 20e eeuw, dus niet van 39 tot 45. Dan verklaar je eigenlijk niks als je dat doet. Nee, we hebben het over de oorzaken en de gevolgen. Ook Rutte hoopt dat bezoekers aan het museum een paar dingen zeker zullen meekrijgen. Dat je 2 dingen doet. 1, dat je die hele tijdas ziet. Dus niet alleen 40, 45 of eigenlijk de oorlog begon natuurlijk in 1939, 1945. Maar dat je die hele tijdas ziet van wat gebeurde daarvoor. Hoe kon het in Duitsland misgaan daarvoor? En ook in de Nederlandse samenleving heel veel mis in de jaren 30. En hoe is het daarna verder gegaan? Zodat je ook weer beter begrip hebt misschien voor wat de Oekraïners nu meemaken. En het tweede is dat het museum je aanzet tot die persoonlijke reflecties. Dat je zelf gaat nadenken met al die dilemma's, hoe zou ik daarmee omgaan? Met die dilemma's doelt de premier op een zeer bijzonder aspect van het museum. Dat dit museum je aanzet tot reflectie. Je hebt die kamers hier waar je na kunt denken aan de hand van dilemma's, wat zou ik doen? Want dat is nou precies natuurlijk dat we ook in Nederland zagen dat een hoop mensen in 1945 in het verzet gingen, na de oorlog. En ik geen kritiek heb op mensen die dat voor 1945 niet al gedaan hadden. Kijk, de Tweede Wereldoorlog wordt wel eens een moreel eikpunt genoemd. Hè, waar ook jonge mensen zich aan kunnen spiegelen. Hè, wat zou jij gedaan hebben in de oorlog? En dat kun je heel theoretisch houden, maar je kunt ook 4 situaties van toen terughalen. En dan zou je tegen de bezoeker kunnen zeggen, nou kijk, dit was een dilemma in die tijd. Wat zou jij nou gedaan hebben? Zou jij bijvoorbeeld bij de Nijmeegse politie gegaan zijn op het moment dat duidelijk was dat de politie ook Joodse huizen leegtrok? Ik weet niet wat ik zou doen. Maar ik weet wel dat daarover nadenken en die dilemma's te doorleven, dat heel goed is. En daar helpt dit museum je bij. Achteraf kunnen we zeggen, die was goed en die was fout. Maar als je er middenin zit, dan kost het heel wat om de rug recht te houden. En dat willen we de bezoeker eigenlijk laten zien. Na een rondleiding door het museum werd premier Rutte buiten nog opgewacht voor een feestelijke receptie met live muziek. Het museum was al enige tijd open, maar nu kunnen de verhalen uit de oorlog pas echt voortleven. Wetenschappers van de Radboud Universiteit gingen op ontdekkingstocht langs de Waal bij Nijmegen. Ze onderzochten welk effect de opwarming van de aarde heeft op de overleving van waterdieren. Op allerlei gebieden worden gevolgen van klimaatverandering onder de loep genomen. Er is sprake van een tekort aan bijen en vlinders, vertraging van planten en bloemen en waterdieren die aan toenemende temperaturen moeten aanpassen.
Met betrekking tot het laatste concluderen Nijmeegse ecologen het volgende. De situatie is dringender dan we dachten. Kijk, deze is ook een mannetje. Die zijn zo heel groot. Deze flowkreeft mag dan wel piepklein zijn, maar heeft Nijmeegse wetenschappers veel geleerd over de effecten van klimaatverandering op rivierdieren. We hebben dieren verzameld, ze hebben naar het lab gebracht. We hebben die aan verschillende stressvolle temperaturen blootgesteld. En bij de laagste stressvolle temperatuur, dat was volgens mij iets van 30 graden, konden ze het soms een paar dagen volhouden. Omdat in dit onderzoek ook rekening is gehouden met de tijdsduur, werd ontdekt dat de dieren minder veerkrachtig zijn bij hittestress dan gedacht. De onderzoekers vergelijken dit met mensen die in een sauna kunnen zijn, maar er niet te lang moeten blijven. De meeste onderzoeken die vinden altijd plaats op een tijdschap van een paar uur. En dan krijg je een overschatting van wat de dieren aan kunnen. Dus dan vind je dat ze bijvoorbeeld bij 35 graden pas in de problemen komen. En dan denk je, nou, het is nu 25 graden, dus we hebben nog 10 graden marge of speling. Maar op het moment dat je dus niet over een paar uur kijkt, maar over dagen of weken, dan verdwijnt die marge als sneeuw voor de zon. Dus uiteindelijk zie je dan dat die dieren best wel dicht tegen hun kunnen of tegen de grenzen leven van wat ze kunnen. Hoe schoner het water is, hoe beter deze dieren tegen de hitte kunnen. Deze informatie is voor de wetenschappers erg belangrijk. Al het water hier komt eigenlijk gewoon vanuit Duitsland. Dus de oplossing ligt voor een deel ook bovenstrooms, dus richting Duitsland. Wat daar onder andere al is in gang gezet, is dat er minder koelwater wordt geloosd. Dus het warme afvalwater wordt daar minder geloosd. En waardoor de echte hele hete temperaturen al wat afgezwakt worden. Maar daarnaast iets wat je makkelijker lokaal kan doen, is het verbeteren van die waterkwaliteit. Rijkswaterstaat benadrukt dat bezoekers van de Waalstranden kunnen helpen om de hoeveelheid zwerfafval in het water te verminderen. Bijna alle dieren zijn koudbloedig en die zijn dus heel erg afhankelijk van temperatuur. Dus als ze beter weten hoe die temperatuur effect heeft, kunnen we ze ook beter beschermen. Dus dan moeten we misschien onze menselijke bril vervangen door een flowkreeftenbril. Vanaf deze zomer gaat Felix elektronische deelscooters plaatsen in de gemeente Wijchen. Met een app en QR-code kan je gebruik maken van de elektronische scooters. De kosten van het gebruik wordt per minuut bepaald. Sinds oktober 2022 zijn deze scooters al in Nijmegen. En nu bereidt Felix als pilot hun servicegebied uit naar de gemeente Wijchen. De PvdA in Wijchen denkt dat recreatiepark Wijchenhorst in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden voor permanente bewoning. Dat zegt de partij naar aanleiding van een brief die minister Hugo de Jonge onlangs schreef aan de Tweede Kamer. Volgens de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kunnen zeker 60 vakantieparken in ons land permanent bewoond worden. De Jonge ziet dit als een van de maatregelen om de woningnood te bestrijden. De desbetreffende parken functioneren niet als vakantiepark en voldoen niet aan de eisen die recreanten in de huidige tijd stellen aan zo'n dergelijk park. Ja, en tot slot is vandaag het meest besproken vierdaagse lied sinds tijden uitgebracht. Op de melodie van I'm Gonna Be van The Proclaimers wordt gezongen over alle vier de wandeldagen. En de stemmen hierachter zijn onder meer van Wilco van Schaik, directeur van NEC, en burgemeester Hubert Bruls. Houd je vast, want hier komt even een fragmentje. Mannen in beschermde pakken zijn vanaf vanochtend vroeg met behulp van een graafmachine het Waalstrandje nabij de Ooipoort in Nijmegen aan het schoonmaken. Het strandje is verontreinigd met een blauwe substantie met onder meer arseen, cyanide en pax. Met behulp van een graafmachine wordt 10 centimeter diep zand weggegraven. De afgelopen dagen is er veel overleg geweest om dit werk vooral veilig uit te kunnen voeren. Maar ook redelijk vlot, omdat we over een paar weken hier in Nijmegen grote festivals hebben. 30 vierkante meter grond haalt Rijkswaterstaat weg. Als de grond verwijderd is, wordt er gemeten of er nog gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
Als dat zo blijkt te zijn, dat het nog niet volledig schoon is, dan wordt het afgedekt met worteldoek en een laag klei. En vervolgens met stortstenen erop, zodat in de komende tijd er wel veilig bij in de buurt gekomen kan worden. Dan is het compleet ingekapseld. Is de grond schoon, dan dekt Rijkswaterstaat het strand af met zand. Het Waalstrandje is nu nog afgesloten voor publiek. Strandbezoekers moeten nog even geduld hebben. Minimaal een dag, dat sowieso. Dat zou het mooiste scenario zijn. Dan hopen we het afgraafwerk wel af te hebben. Maar het volledig veiligstellen moeten we toch wel rekenen dat we daar volgende week nog even mee bezig zijn. Ja, na een paar teleurstellende dagen zal morgen de wind draaien en warmere lucht het land inblazen. We krijgen weer te maken met zomerse, misschien zelfs wel lokaal tropische temperaturen die uitkomen rond de 29 graden. En daarbij is ook volop zon en blijft het ook droog. Dus voor de mensen in Overbetuwe, de kinderen die hun laatste schooldag gaan meemaken, wordt het even zweten. Ja, zaterdag wordt voorlopig de warmste dag met maar liefst 33 graden in de regio. Het zal daarbij ook drukkend benauwd zijn. Zondag draait de wind opnieuw en wordt het maximaal 28 tot 29 graden. In de loop van de middag is er verspreid over het land ook kans op een stevige regen- of onweersbui. Ja, en tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En heb je zelf een nieuwstip voor onze redactie? Mail dan even naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan.